Ik heet u van harte welkom op het nieuwjaarsconcert. Niet vanuit de muziekverein in Wenen, maar vanuit de Bovenkerk in Kampen. Hoe mooi kun je het hebben? Organist Harm Hoeven heeft een spectaculair programma samengesteld. En hij wordt daarin bijgestaan door Tim van Klompenburg op allerlei percussie-instrumenten en het bekende trompetduo Arjan en Edith Post. Ik wens u een heel fijn concert toe. Kleine opmerking aan het begin van dit concert. U ziet af en toe een QR-code in beeld. Dat heeft alles te maken met de collecte en die wil ik vanaf deze plek alvast heel hartelijk bij u aanbevelen. Nogmaals een heel genoeglijk en luisterrijk uur vanuit de Bovenkerk in Kampen. Naast mij op de orgelbank is komen zitten, ja hij zat er de eerste twee nummers al, Harm Hoeven. Harm, in het koor van de Bovenkerk op dit fraaie koororgel van Rijl, waarvoor deze keuze? Nou, je hebt in de Bovenkerk twee fraaie instrumenten, dus dat is een luxe, een geweldige luxe. En vandaag speel ik dus met andere muzikanten, een trompetduo en Tim op allerlei slaginstrumenten en dan is het voor het samenspel heel prettig dat je bij elkaar zit. En het is hier natuurlijk een geweldige entourage qua sfeer en qua beelden. Dus ik zit heel graag boven, maar het is ook hier heel goed toeven. Het is altijd goed toeven in de Bovenkerk. Wat mij betreft mag je me hier wel mijn bed neerzetten, ja. Dat is misschien wat ver gezocht, maar misschien. We gaan naar een bewerking van jou over Psalm 150 en jij combineert daarin het Halleluja-koor van Händel. Hoe ben je zo op dat idee gekomen? Nou ja, dat ligt eigenlijk voor de hand. Het gaat allebei over Halleluja, loof de Heer. En ja, dan denk je aan Psalm 150, maar dan denk je ook aan het Halleluja-koor van Händel. En bovendien zijn het dan twee bekende stukken. Zeker het Halleluja-koor kent iedereen. En ze bleken ook goed te passen. En in het middenstukje heb ik nog een kleine fugatische opbouw gemaakt. En ik vond het zo een mooie combinatie. Ook voor het samenspel met de verschillende instrumenten. Maar je moet maar op het idee komen. Ja, als ik heel eerlijk ben, zijn er wel meer organisten op dat idee gekomen. Alleen ze improviseerden het meestal. En ik heb het dit keer helemaal uitgewerkt, zodat we het met alle instrumenten samen kunnen spelen. Ik ken het van je. Ik vind het een heel mooi werk en ik wens alle kijkers en luisteraars veel genoegen met dit, ja, toch wel bijzondere werk. Halleluja, loof de Heer.
Voor de ideale combinatie van rente en veiligheid moet u bij Van Dam, Van Dam en Verkade zijn. Voor nadere informatie kijk op vandamvandamverkade.com. Thank you.
Voordat ik weer verder ga praten met Harmhoeven, wil ik me toch even richten naar alle kijkers en luisteraars van deze uitzending. En dan gaat het over de collecte. We hebben een aantal sponsors ook al in beeld gehad, maar ook de QR-code is al een aantal keren in beeld geweest. Wij nodigen u van harte uit om ook te denken aan de collecte en we bedanken u alvast voor de medewerking daarin. Ook de sponsoren, bedankt voor hun medewerking. Zo samen kunnen we in deze moeilijke tijden toch ook bij u thuis blijven komen. Maar nogmaals, we hebben uw hulp daarin ook zeker nodig. Abonneer u op het kanaal van Harmhoeven. Like deze video. Ook dat zijn dingen die altijd zeer helpen. Harm, heel veel klassieke titels en dan zie ik opeens twee titels van Rogier van Otterlo. Rogier van Otterlo. Rogier van Otterlo, zijn vader was Willem van Otterlo. En ik meen dat hij orkestdirigent was van het Residentieorkest Den Haag. Dus deze componist, muzikus, heeft een gedegen klassieke opleiding genoten en althans daar ook mee opgegroeid. Hij is een andere weg gegaan dan zijn vader. Hij is iets meer richting de lichte muziek gegaan. En ja, ik zie daar niet zoveel verschil tussen klassieke muziek of lichte muziek. Ik zie alleen maar verschil tussen goede muziek of slechte muziek. En ja, ik vind het heerlijke muziek om te spelen. Normaal speel ik dit niet op een orgelconcert, maar op een jazzconcert. Dan treed ik eventjes in een ander pad. En dat is gewoon heerlijk om te doen. En zeker met Tim erbij, die voor dat lichte muziekeffect gaat zorgen. Je zegt normaal speel ik dit niet. Dus dit is een uitstapje. Is dat dan een vreemd uitstapje of voelt dat ook goed? Het voelt goed. Kijk, als ik in een bepaalde serie speel en daar wordt verwacht door de commissie dat je in een bepaalde werken speelt, dan doe ik dat met veel plezier. Maar ja, ik heb ook gewoon ontzettend veel zin om dit soort muziek te spelen. Dus het is bijna een soort hobby. Je hebt kinderen? Ja. Vinden die dit dan leuker als al die zware klassieke dingen? Dat heb ik ze zo niet gevraagd. Ik denk wel dat dit voor hun, door het orgel met andere instrumenten mee gaat doen, dat misschien het voor hun iets toegankelijker maakt. Dat is ook wel een opdracht om het orgel ook toch wel toegankelijk te houden. Nou, dat is dus mijn opzet ook van die nieuwjaarsconcert. En ik ben daar misschien al 20 jaar terug begonnen in Hasselt in de Grote Kerk. En we deden dat altijd in de Plantagekerk in Zwolle. Daar gingen we geld bijeen spelen voor de restauratie van die kerk. En toen werd die kerk dus inderdaad gerestaureerd. Toen had ik dus geen plek meer voor het nieuwjaarsconcert. En toen zijn we naar de Grote Kerk in Hasselt gegaan. En toen zei Driekes, dat is de beroemde koster van Hasselt. Hij zegt, je komt hier maar in en dat is voor elkaar. En dat liep vanaf het begin direct goed. En wat ik wel leuk vind, ik vind het natuurlijk fantastisch dat er echt een paar honderd man op afkwam. Maar ook je ziet mensen die ik bij andere concerten, die ik bijvoorbeeld zomers in series geef, daar zie ik ze niet. Dan zeggen ze dat is veel te zwaar, daar heb ik geen zin in. Maar ik probeer met deze nieuwjaarsconcerten door een wat lichter repertoire te spelen, mensen enthousiast te maken voor hoe mooi een orgel is. Laat ze maar naar zo'n grote kerk toe komen en genieten van een echt mooi orgel. Dat is mijn insteek. Dat hebben we hier natuurlijk zeker, een echt mooi orgel in Kampen. En het is ook denk ik een oproep aan al die kijkers, want u zit nu naar het nieuwjaarsconcert te kijken. Maar ook die andere orgelconcerten, die lijken aan de buitenkant wel eens wat zwaar, maar dat zijn ze niet. Ook zeker de moeite waard. We gaan door met het programma. Veel plezier nog bij de rest van dit nieuwjaarsconcert. Voor de ideale combinatie van rente en veiligheid moet u bij Van Dam, Van Dam en Verkade zijn. Voor nadere informatie kijk op vandamvandamverkade.com.
Voor de ideale combinatie van rente en veiligheid moet u bij Van Dam, Van Dam en Verkade zijn. Voor nadere informatie kijk op vandamvandamverkade.com. We zijn bijna aan het slot van dit nieuwjaarsconcert gekomen vanuit de Bovenkerk in Kampen. Nog één keer samen met Harm Hoeven hier voor het koororgel op de orgelbank. We sluiten af met een heel bekend lied van Selah, Gebed om Zegen. Je hebt het bewerkt voor orgel en daarna gaan we naar het bekende Händelwerk For Unto Us A Child Is Born. Terugkijkend naar kerst en vragen om een zegen. Mag ik het zo interpreteren? Ja, dat mag. Ik vind het heel mooi om het nieuwe jaar te beginnen. Ook om een zegen te vragen over dit nieuwe jaar. In de talen Kanaans aan zere zegen is het al gelegen. En dat geloof ik ook echt.
Dus ik vind het een heel mooi lied. Je vroeg in het begin een keer iets van, wat vinden jouw kinderen nou mooi? Nou, Sela, dat lied, dat kennen ze. En dat vinden ze dus, dat spreekt hun echt aan, merk ik. En ik heb het gecombineerd met het bekende Zegen ons al goede, het traditionele geestelijke lied. En dat blijkt goed te kunnen. For unto us a child is born, een kerstlied aan het begin van het nieuw jaar. Jezus is elke dag, moet elke dag in je hart geboren worden? Dat is ook een lied van Sela, geloof ik. Hè? Ja, dus ik denk het wel. En het is daarnaast ook gewoon een prachtig feestelijk afsluiting, feestelijk muziekstuk. En ook herkenbaar voor iedereen, bijvoorbeeld degene die dan het gebed om zegen niet kennen, die kennen For Unto Us wel. Dus het leek me een hele mooie afsluiting van deze avond. Ik bedank Harm voor je concert. Ik bedank Tim van Klompenburg voor zijn medewerking, Arjan en Edith Post voor het spelen op de trompetten. Het was een fantastisch concert. Zoals gezegd, nog twee liederen te gaan. En dan is het helaas alweer afgelopen, dit nieuwjaarsconcert. Wie weet, volgend jaar weer een nieuwjaarsconcert. En wat mij betreft uit de Bovenkerk in Kampen. Aan het einde van dit concert toch nog even de dank ook aan onze sponsoren. Dank aan u allen die thuis gegeven hebben voor het mogelijk maken van dit concert. Ook alvast bedankt voor de mensen die het nog niet gedaan hebben, maar nog gaan doen. U ziet de QR-code, u hebt de beschrijving onder de video, van harte aanbevolen. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot een volgende keer vanuit de Bovenkerk in Kampen.